Deze week is het thema peloton en wedstrijdrijden. Voordat we hiermee beginnen, herinneren we jou aan de basisprincipes van het wielrennen. Check je materiaal voordat je opstapt. Blijf goed voor je kijken. Blijf alert op je omgeving en vermijd onverwachte stuurbewegingen. Situatie: er rijdt een groep renners in een peloton. De wind komt van links voor. De renners rijden dicht op elkaar en zoeken een goede plek in het peloton. Doel: het doel is om tactisch op de juiste positie in het peloton te rijden. Wat de juiste positie is, hangt af van of je de race individueel rijdt of in teamverband. In dit geval gaan we uit van een individuele race. In deze groep zitten renners 1 tot en met 4 volledig in de wind. De renners 6 tot en met 9 zitten het meeste uit de wind en besparen energie. Renner 6 zit hierbij wel helemaal opgesloten. De renners 5, 8 en 10 zitten op de beste posities om weg te kunnen springen. Dus afhankelijk van wat jouw doel is, bepaal je op welke positie je in het peloton wil zitten. Situatie: het einde van de wedstrijd nadert. Er gaat gesprint worden voor de winst. Doel: het doel is om als eerste over de finishlijn te komen. De renners maken een inschatting wanneer ze de sprint aangaan. De twee rensters op kop gaan als eerste aan. Ze schakelen naar een zwaarder verzet, komen uit het zadel en zetten aan. De renners erachter reageren en zetten ook de sprint in. De rensters houden hun lijn en sprinten door tot op de streep. Vlak voor de finishlijn doen ze een zogenaamde jump. Bij een jump houden de rensters hun pedalen horizontaal. Ze strekken de armen en maken hun bovenlichaam helemaal lang. Hiermee gooien ze hun stuur naar voren. Op deze manier proberen de rensters eerder de finishlijn te passeren dan de tegenstanders. Bedankt voor het meedoen aan Join the Race en succes met je eerste wedstrijd.